Zenuwcellen worden ook wel neuronen genoemd. Een zenuwcel heeft een heel bijzondere vorm en er zijn heel veel verschillende typen zenuwcellen. Maar een zenuwcel is opgebouwd uit de volgende delen. Dendrieten, kleine uitlopers, cellichaam met daarin celkern, een axon, lange uitlopers en een synaps, de uiteinde. De informatie wordt gegeven door middel van impulsen. Een impuls is een elektrische ontlading dat altijd vanuit het cellichaam richting de synaps loopt. In dit geval van links naar rechts. Zenuwcellen staan vaak in contact met andere zenuwcellen. Zo kan er een goede informatieuitwisseling plaatsvinden. Als je een zenuwcel tekent, is het een beetje lastig. Omdat het een zenuwcel een enge vorm heeft. Daarom wordt het op een eenvoudige manier weergegeven. Het cellichaam kan zo bijvoorbeeld getekend worden met hier een lange uitloper en een uiteinde. Een impuls gaat altijd richting de uiteinde, dus in dit geval van links naar rechts. Even wat strakker getekend met hier het cellichaam en hier een axon of de lange uitloper en hier de synaps, de uiteinde. Als je meerdere zenuwcellen tekent, dan krijg je dit. De impuls is dus nu ook naar rechts. Bij de synaps of de uiteinde stopt de elektrische ontlading en vindt er overdracht via stofjes plaats. Er gebeurt het volgende overdracht. Bij een remmende stopt de impuls hier. In een ander filmpje wordt uitgelegd hoe de impulsgeleiding en impulsoverdracht verloopt.